allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Ik zit hier vandaag met mijn mama en omdat het bijna moederdag is, ga ik een Q&A opnemen met mijn mama. En deze video is in samenwerking met Anna Luisa. Anna Luisa is een juwelenmerk en ik heb een aantal oorbelletjes mogen ontvangen in het kader van moederdag. Dit zijn de oorbelletjes die ik heb ontvangen. Ik zal er zometeen ook nog een close-up foto ervan laten zien. Ik heb ook oorknopjes aan. En voor moederdag mag ik 15% korting aanbieden op de webshop. De reden waarom ik graag samenwerk met Anna Luisa is omdat ze een heel mooi en kwaliteitsvol juwelenmerk zijn. En ze werken met echt goud en ze zijn CO2 neutraal. Alle informatie staat in de beschrijving en dan gaan we nu beginnen met de echte video. Ik ga een aantal vragen stellen aan mijn mama en die gaat ze beantwoorden. Misschien is het handig als mijn mama zich eventjes kort voorstelt wat haar naam is, wat haar leeftijd is. En dan begin ik aan de vragenronde. Hallo, ik ben Anne en ik ben de mama van Ellen dus. En ik ben 51 jaar. En ik ben benieuwd naar de vragen die Ellen mij had gesteld. De eerste vraag is, hoe oud was je toen je mij had? Ik was enkele maanden 26 jaar toen jij geboren werd. Mijn mama is een klein beetje zenuwachtig voor deze video. Ik sta niet graag in de spotlights. Wat is... Ik heb nu bijna deze leeftijd. Allee, ik heb bijna. Ik ben kort bijna 26 in november. Ja, eigenlijk was ik zwanger op uw leeftijd nu. Ja. Had je bepaalde cravings toen je zwanger was van mij? Ja, ik ben eigenlijk 9 maanden heel erg ziek geweest. Het enige wat binnenbleef, dat was cola. Dus ik heb overleefd op cola. Ik drink dat anders nooit, hè, maar... Toen wel. Ik was dat enige dat ik binnen kreeg en binnen hield. En was dat bij Maya en Sam ook zo? Nee, bij Maya was ik niet zo ziek. Een beetje alleen in het begin, maar niet zo. En bij Sam was ik eigenlijk heel weinig ziek. En daar had ik vooral zuivelproducten. Heel veel yoghurt en puddingsjes. En normaal eet ik dat. Ook niet zoveel. Dat is gelijk cola. Ik drink dat nooit. Maar toen wel. Hoe was ik als kind? Je was een uilbaby. Dat was niet zo fijn. En als je dan een beetje groter was, je bleef veel wenen. Maar als je ergens naartoe mee ging, was je altijd heel braaf. Je bleef overal af. Je bleef zitten. Dus dat was wel gemakkelijk. Hoe ben je veranderd sinds je mama bent? Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik ben altijd veel bezig geweest, dus daar is er niet echt veel veranderd. Maar misschien de kilo's dat blijven plakken zijn na de zwangerschappen. Dat is misschien het voornaamste. Wat is het leukste aan mama zijn? Dat er altijd... iemand in de buurt is. Zeker allee, als je klein was, was je ook altijd thuis. Je ging overal mee. En nu ook. Ik ben eigenlijk bijna nooit alleen. Er is altijd iemand in de buurt. Of iemand die eens mee kan gaan. Of iets kan helpen. Ja, dat vind ik wel tof eigenlijk. Oké. En wat is het moeilijkste of het minst leuke? Ja, dat er altijd wel iets te doen is en iemand heeft u nodig, dat u eigenlijk weinig momenten voor uzelf hebt. Die moet je dan wel zelf plannen, maar dat is niet gemakkelijk, want dan komt er dikwijls toch nog iets tussen. En ja, dat is het moeilijkste, vind ik. De me-time. En wat is uw leukste herinnering aan ons, tussen Maya en Sam? Goh ja, het leukste was eigenlijk als jullie klein waren, de uitstappen dat we deden. Veel naar de zee geweest, naar het strand geweest. Dat vond ik wel tof. De woensdagnamiddagen thuis. Gewoon ja, allemaal samen zijn en iets doen en spelen. En, ja, ik was ook altijd veel met jullie bezig. Schilderen en knutselen. Dat weet ik nog. Ja. Okay. Er mocht veel ook in huis. Dus het was soms een knoeiboel, maar dat pakten we er dan maar bij. Wat is het ergste dat ik als kind heb gedaan? Goh, dat was eigenlijk was je
buiten het wenen was je een braaf kindje. Een beetje koppig soms wel. En echt streken, dat haalde niet uit. Wat dat me nu zo direct herinneren was, is dat je zo met zo'n snoepketting, zo, dat je zo aan je nek kon hangen, met zo van die ronde snoepjes. En die snoepjes waren op en je had dat draadje rond Maya een duim gedraaid. Maar ja, ik had dat niet gezien. En Maya was zo gaan slapen. En toen ik 's morgens Maya uit haar bed pakte, was die duim helemaal echt gewoon wit. Dus dat heeft toch een aantal dagen geduurd voordat die duim terug helemaal terug zijn kleur had dat hij moest hebben. Maar ja, dat was niet bewust gedaan natuurlijk. Ja. Dus, dat weet ik nog. Allee, niet dat je dat gedaan hebt, maar wel dat het een heel drama was. Ja, dat was wel schrikken, net 's morgens. Okay. Ja. Hoe zou je mij omschrijven? Ik denk dat je heel erg lijkt op mij, met een perfectionistisch kantje. Dat is goed, maar soms ook niet goed. En ook altijd bezig met iets, met plannen. En dat is wel goed. Je moet blijven plannen maken. En proberen ze te verwezenlijken. En hoe zou je Maya en Sam omschrijven? Maya lijkt meer op haar papa eigenlijk van karakter. Een beetje ook nonchalanter en ja, meer durven ook. Wij zijn geen durvers, hè. Wij zijn... Nee. Allee, ik zal nu zeggen, bijvoorbeeld in het verkeer, wij zijn voorzichtige... Slakken zeggen ze dan tegen ons, hè. Terwijl dat Maya dat niet heeft. Dus op dat gebied dan wel. En dan Sam, ja. Sam is eigenlijk de rustigste van allemaal. En die is altijd tevreden met alles. Een hele gemakkelijke. En tot hiertoe, ja, de gemakkelijkste van de drie. Maar ja, je weet nooit wat dat nog komt, hè. En hoe zie je de toekomst voor mij? Ah ja, volgend jaar ga je het ouderlijke nest verlaten, hè. Ga je in je appartement wonen. Ja. En dan daarna misschien samenwonen met uw vriend. En dan nog uw webshop uitbouwen. Misschien ooit een winkeltje of zo. Want dan weet ik dat je dat misschien ook wel wilt. Misschien nog schoonheidsspecialist te worden. Want dat wilde je ook nog. Ja. Je wilde ook nog veel, hè. Ja. En dan misschien ooit een kleinkindje erbij. Of twee. Misschien. Maar ja, wanneer, dat zien we dat wel. Het is wel. Heb nog tijd, hè. Het is wel. Ja. Voilà. Dat waren alle vragen voor u. Dus dan wil ik jullie er nog eventjes aan doen herinneren dat je kan genieten van 15% korting op Anna Luisa. En ik hoop dat jullie genoten hebben van de video met mijn mama. Dan ga ik het hierbij afronden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En dan zie ik jullie een volgende keer. Da-da. Dag.